Voor het vierde jaar doet Amstelveen mee aan de Dag van de Dialoog. Wat houdt dit in? Op dit moment staan er tafels op 14 plekken in Amstelveen. En op sommige plekken staan meer tafels. En aan de meeste tafels is nog plaats. Iedere tafel wordt begeleid door een getrainde gespreksleider die speciaal getraind is in de methode die we op de Dag van de Dialoog toepassen. Een dialoog is een gesprek wat gaat om de ontmoeting, het elkaar leren kennen en het luisteren naar elkaar, het vooral een aandachtig luisteren, dat is heel erg belangrijk en dat is ook een geschenk als er zo goed naar je geluisterd wordt. Het is ook heel fijn om heel goed naar een ander te luisteren, even je hoofd leegmaken, je hoeft niks, je hoeft alleen maar te luisteren en interesse te hebben. Het is 2 uur genieten. Waar gaan de gesprekken over? We hebben een thema. Het thema is, hier ben ik op mijn plek. En iedereen aan tafel kan een ervaring vertellen van een situatie waarin hij of zij op zijn plek was. En dat kan een plaats zijn ergens op de wereld, maakt niet uit waar. Maar het kan ook een situatie zijn met mensen. Zo'n moment waar alles in je leven op zijn plek valt en waarvan je denkt, ah, dit is het. Dat is leuk om met elkaar te delen.